Mijn naam is Pieter van der Hogeband en in een ver verleden was ik zwemmer. 11 jaar weer verder onderweg als ondernemer en papa van 4 kindjes. Het werk wat in de vitrine te zien is, is van het echtpaar Kabakov en het heet Ship of Tolerance. Dit kunstwerk is een onderdeel van een groter geheel waar op verschillende plaatsen kinderen de mogelijkheid krijgen om op een doek te schilderen, hun inspiratie los te laten. En al die doeken bij elkaar wordt één groot doek, één groot zeil. En door middel van dat kunstwerk worden kinderen bij elkaar gebracht. Ik heb voor dit werk gekozen omdat ik het heel erg mooi vond. En met name de visie erachter, de gedachte erachter. Sport verbroedert. En dat zag ik ook terug in het werk. Het samenbrengen van kinderen, ideeën. Maakt niet uit wat je achtergrond is, je culturele achtergrond, waar je bent geboren. Samenwerken aan een kunstwerk en verbroedering. En dat vond ik heel erg mooi. Ik werd erop geattendeerd door mijn vriend Pieter Knapen, die helaas onlangs is overleden. En hij was altijd zeer actief rondom het Van Alphen Museum. Hij was ook onderdeel van het koor. En hij heeft mij ook altijd gestimuleerd om met name die samenwerking op te zoeken. Verschillende werelden met elkaar te verbinden. En dat symboliseert dit kunstwerk. En ik wil even de aandacht op hem en op dat kunstwerk richten. Zodat ook zijn gedachtegoed op een of andere manier ook weer wordt overgebracht. Ik ben blij met de samenwerking tussen Van Abbe en Van der Valk. Mensen staan eventjes stil bij Van der Valk, bij een prachtig kunstwerk. En daardoor gaan ze hopelijk ook richting het Van Abbe Museum, want dat zouden veel meer mensen moeten doen.